vanochtend al een vogelgriepuitbraak in Nederland. 1 bedrijf met kippen besmet en 2 bedrijven in de buurt preventief geruimd, zoals ze dat noemen. 130.000 kippen vergast in hun stal. En daarna kwam het nieuws dat de vogelgriep in Rusland is overgesprongen op mensen. Dat is in Nederland ook al gebeurd eerder, in 2003. Toen is er een dierenarts overleden. Nou ja, normaal gesproken gaan schrijvers niet vertellen wat er allemaal in een boek staat. Want dan zeggen ze, lees het boek. Geen spoiler alert, maar ik wil het wel heel graag vertellen. Want het is heel belangrijk dat iedereen zich daarvan bewust wordt. Wetenschappers hebben al aangetoond dat de vogelgriep maar een paar stappen nodig heeft om te muteren in een virus dat gevaarlijk is voor mensen. Dat van mensen of mensen besmettelijk kan worden. Bij corona heb ik meteen bij het eerste grote debat daarop gewezen. Dat iedereen was een soort van in paniek en de zorg is overbelast en straks krijgen we code zwart en wat moeten we doen? En de politiek moest toen ook daar een antwoord op geven. Maar ik zei meteen, virologen waarschuwen ook voor het gevaar van bijvoorbeeld onze eigen kippenindustrie. Omdat daar op elk moment een nieuwe pandemie kan uitbreken. En daar moet je gewoon acuut mee stoppen. Want het gevaarlijke aan de situatie in Rusland, dat zou je weer kunnen zeggen, ja, Rusland, die heeft gewoon zijn boeltje niet op orde. Maar Nederland exporteert de eieren die in Rusland de plofkippenindustrie gebruikt. Dus Nederland werkt actief mee aan het opbouwen van vee-industrie elders. Waarvan je weet dat daar ook gevaarlijke virussen ontstaan. Nou, ik vind het onvoorstelbaar dat het kabinet dat nog steeds doet met minister Schouten van Landbouw en minister Kaag van Buitenlandse Handel. En het is dus heel erg belangrijk dat we op 17 maart kiezen voor een veel veiliger wereld voor dieren. Want dat is ook een veel veiliger wereld voor mensen.